Rob, kun je eens uitleggen, wat houdt de discipline springen precies in? Het is eigenlijk simpel gezegd, krijg je een bepaalde tijd. Ik noem nog maar eens iets, naarmate de lengte van het parcours 60 seconden. Daarin moet je een parcours afleggen van start tot finish met bochten, met lange stukken, met combinaties, dubbelsprong, driesprong, lijntjes. En wie dat dan op een gegeven moment met zo weinig mogelijk fouten doet, of eigenlijk foutloos, zonder fouten, die komen dan verder in een barrage. Wordt die weer afgelegd zonder fouten en met de snelste tijd, dat is uiteindelijk de winnaar. Dus dat is eigenlijk in kort samengevat hetgeen wat wij moeten doen. Ik zeg, komen jullie daarna één keer terug over de bult? Op een gegeven moment dadelijk richting wereldkampioenschappen en in de topleague wedstrijden staan alle parcoursen uitgeschreven op 1,60 meter. Dat is geen realistisch beeld, want als ik alles op 1,60 meter zet, maximum hoogte, maximum breedte. Dus dat wil zeggen de oksels voor 1,60 meter, achter 1,60 meter en ongeveer 2 meter breed. Als we daar een heel parcours van opbouwen met dubbelsprongen, driesprongen, lijntjes, dan komt niemand van de hele wereld meer rond. Dan wordt gewoon gezegd, het is een parcours uitgeschreven op maximale 1,60 meter. En dan staan er een paar stijlsprongen wel op 1,60 meter, ook nog wel een keer op 1,65 meter, een plank of een, gewoon een stijlsprong. En de rest wordt alles een klein beetje aangepast van 1,50 meter tot 1,55 meter, 1,45 meter. Okay, en gaan jullie van tevoren, voordat je dat parcours gaat afleggen, nog kijken, afmeten? Dat is voor ons van heel groot belang, omdat je punt A, je eigen paard moet kennen, de galopsprong van je paard. Je hebt een paard met normaal een galopsprong van 3,5 meter, maar je hebt ook paarden bij met een galopsprong van 3 meter, je hebt ook paarden bij met een galopsprong van 4 meter. Dus je loopt het parcours eigenlijk om de ideale lijn te zoeken en om te kijken van tussensprongen, de afstand van landing tot afzet. Daartussenin meet je hoeveel galopsprongen dat paard dan daartussenin moet maken. En dan weet je precies van, ik moet iets volgen of ik moet iets wachten. Dat is een heel belangrijk element. Hoe beter dat je dat kent, dan is de kans ook groter dat je eigenlijk een goed parcours kunt rijden daarna. Het is tactiek en het is dus niet zo dat iedereen gewoon maar klakkeloos achter elkaar aanloopt. Maar als we dus hier ook in deze buitenbaan kijken en je zet op een gegeven moment van een stijlsprong naar zo'n dubbelsprong toe, dan gaat iedereen meten van, is dat voor mij 6 galopsprongen, is dat voor mij 7? En dat hangt dan een beetje van de combinatie af waar je op zit.